Ja, en na 4 jaar bouwagenda is natuurlijk wel duidelijk dat we een balans op moeten gaan maken. Samenwerking is belangrijk. Innoveren is heel complex. Niet alle ambities worden gehaald. Je probeert iets en dat gaat niet goed. Dan duikt de media erop af en dan durf je eigenlijk niet meer. Er zitten heel veel haken en ogen aan. En eigenlijk is dat ongelooflijk jammer, want het is ook gewoon winst als iets mislukt, dat je weet waarom het niet werkt. En iets wat nu niet werkt, werkt misschien wel over 10 jaar. En dan moet je niet meteen af gaan serveren. Je moet iets leren, ook van dingen die fout gaan. Zonder wrijving geen glans. En met tegenwind leer je vliegen, om gewoon maar even mijn eigen weertermen erin te blijven houden. En iemand die heel veel van die tegenwind weet, die is inmiddels aan de rechterkant bij mij aangeschoven op de coronaproof manier. Hij komt uit de wetenschap, vind ik leuk, want hij is gepromoveerd in theoretische natuurkunde. Nou, daarna heeft hij bij een bank gewerkt, ik zal geen namen noemen, ABN AMRO. En ook met Shell, daar was hij voornamelijk bezig met het verbinden van kennis binnen en buiten. Hij is ook nog eens hoogleraar in Open Innovation en Business Venturing aan de School van Business en Economics van de Universiteit van Maastricht. Mondvol, maar eigenlijk net als wat ik bij Etty en ook bij Bernard zag. Ze hebben in zoveel verschillende sectoren hebben ze gewerkt of hebben ze ervaring of zijn ze nog actief, dat het eigenlijk ook heel makkelijk maakt om de integratie samen te laten vallen. Maar de gelegenheid waar hij vandaag voor aanwezig is, is eigenlijk zijn titel Chief Failure Officer van het Instituut van Briljante Mislukkingen. Nou, eigenlijk is het ook wel heel tof. Eigenlijk zou ik in elk bedrijf gewoon zo'n chief aangesteld moeten worden. Het doel is natuurlijk om begrip te kweken voor het feit dat je mag experimenteren en dat het ook mag mislukken, omdat je er ook dingen van leert. Zeker in een hele complexe wereld. Dames en heren, uitgelezen persoon om zijn visie te delen over een aantal al dan niet pijnlijke lessen uit 4 jaar bouwagenda. Paul Iske. Dankjewel Helga, en wat geweldig om hier te mogen zijn. Wat geweldig ook om bij u thuis te mogen zijn, in de huiskamer of studeerkamer of weet ik waar dan ook. En ook heel mooi om een bijdrage te mogen leveren aan de afsluiting van de bouwagenda. Mijn naam is inderdaad Paul Iske. En ik wil u graag wat plaatjes laten zien, waarbij we gaan kijken van wat is dat nou eigenlijk briljant mislukken. Hè? Want ik kan me voorstellen dat u de vraag heeft, ja, wat is nou het verschil tussen briljant mislukken en gewoon mislukken? Maar ook waarom hebben we het er überhaupt over? Er werd al eerder ook gezegd, de bouwagenda is natuurlijk een enorme opgave van samenwerking. Ik heb ook mij erg verdiept in de bouwagenda en het is me wel eventjes een opdracht, zeg. Nu en in de toekomst en het formaat ervan en natuurlijk ook het belang ervan. Dat is dus ontzettend belangrijk. Ik vroeg me toch af, toen ik ook naar dit plaatje zat te kijken. 2 jaar geleden werd er gezegd, ja, de bouwagenda mislukt zonder innovatie en zonder schaalsprong. En dat is denk ik helemaal waar. We hebben het ook over innovatie. Maar het is wel interessant om ook even naar die schaalsprong te kijken. Daar wil ik even op ingaan. Want het blijkt bij innovatie nou juist dat die laatste stap vaak het meest uitdagend is. Kijk, we kunnen natuurlijk een hele hoop dingen beginnen. En dat doen we ook in Nederland. En niet alleen trouwens rond de bouw natuurlijk. Op heel veel gebieden wordt er heel veel geïnnoveerd, worden heel veel initiatieven genomen. Dingen als pilots gedaan, prototyping, testen, experimenteren. Maar het gekke is dat naarmate de tijd vordert en op een gegeven moment het moment aanbreekt dat het echt opgeschaald moet worden, gecommercialiseerd, geïmplementeerd, welk woord u ook maar wil gebruiken, dan wordt het ineens kwadratisch of exponentieel lastiger. En dat noemen wij de last mile. En we noemen het ook wel eens de innovatieparadox die in Nederland heerst. Dat we heel veel dingen beginnen, maar aan het eind vaak tegen hele moeilijke problemen aankomen. Omdat je dan eigenlijk dingen structureel moet veranderen. Dan loop je bijvoorbeeld ook tegen zaken aan die je ook in dit stuk kunt lezen. En dan zie je ineens dat het niet alleen om andere regelgeving gaat, maar soms ook over de interpretatie daarvan. Dus regels bijvoorbeeld is een reden waarom je uiteindelijk bij de opschaling een probleem zou kunnen krijgen. Maar, dat kwam er net ook ter discussie door Helga, soms is het ook gewoon het menselijk gedrag. Ja, het zijn vaak de dingen die we met elkaar hebben afgesproken die onszelf in de weg staan. En dat noem ik eigenlijk de situatie van georganiseerde domheid. Dat is een situatie dus waarin we dus wel aan de regels voldoen, maar niet aan de bedoelingen die we eigenlijk hadden. Of omgekeerd, dat we heel graag bepaalde bedoelingen zouden willen hebben en uitvoeren, maar dat we er eigenlijk niet aan toekomen door de regels. Dus eigenlijk wat ik heel graag zou willen, is dat we ook voor het vervolg van de bouwagenda, hè, wat hierna komt, dat we dus vooral die strijd tegen die georganiseerde domheid gaan voeren.
En dan vraag ik natuurlijk ook af, hoe kun je dat doen? Nou, er zijn al een aantal interessante initiatieven. Helga noemde al, ik kom ook uit de financiële wereld. Daar heb je al jarenlang iets dat heet de Financial Sandbox. Daar werken de autoriteiten samen aan reguliere omgevingen, waar je tijdelijk eventjes, natuurlijk wel gecontroleerd, kunt experimenteren. En dat we even die regels op een andere manier toepassen. Natuurlijk nogmaals wel verantwoord. En dat is pas ook overgeslagen naar de zorg. Daar hebben we nu de Nederlandse Zorgzandbak. Die wordt ondersteund door de VWS, door de Zorgautoriteit en door het Zorginstituut Nederland. Allemaal met het doel om de innovatoren in die sectoren net even wat meer ruimte te geven. Of om te snappen waar ze nou tegenaan lopen. Als ze nou steeds tegen de soortgelijke problemen aanlopen, dan zijn dat dus dingen die we moeten aanpakken. Want wat we zien is dat de wetenschap al vooruit gaat, maar dat vaak het absorberend vermogen van de omgeving achterblijft. En dat zie je heel veel met innovaties. Dus ik roep hier eigenlijk al op, als we vooruitkijken, moeten we ook niet een bouwzandbak maken. Ik heb er meteen een soort beeld bij gecreëerd, dat ziet er misschien een beetje zo uit. Maar het idee is dan wel dat we dus ook met z'n allen slim gaan innoveren. Dat we slim vooruit gaan, want dat moest toch? We moesten en innoveren en opschalen. En dan moeten we elkaar natuurlijk niet in de weg gaan zitten. Maar er stond nog iets in het boekje wat ik gelezen heb. Daar staat in dat het ook inhoudt dat je risico's moet nemen. Dat je met nieuwe technologie bezig bent. En dat je ook moet accepteren dat af en toe iets mislukt. En dat daar ruimte voor moet zijn. En daar ben ik het natuurlijk ongelooflijk mee eens. Maar wat je in de praktijk wel vaak ziet, is dat we dat toch proberen uit te bannen. Dat doen we bijvoorbeeld met z'n allemaal plannen te maken. In de bouw worden ook nu plannen gemaakt en die bestrijken vaak heel veel jaren. Alsof er in heel veel jaren nooit wat kan gebeuren. Vind ik al wel interessant, hè? Dat je een plan hebt en je zegt, nou, over 10 jaar, ik hoor nu 2050, maar we weten ook allemaal dat er tussen nu en 2050 komt er vast wel weer iets van het formaat van een corona, een financiële crisis, een verkiezing van Trump, u noemt het maar. Er is altijd wel iets wat er gebeurt. En op een of andere manier moet je daar natuurlijk wel mee om kunnen gaan. Het idee dat we dus eigenlijk in een wereld zitten waarin we met elkaar aan de gang gaan, plannen maken, zoals hier in het plaatje beschreven staat, waarin eigenlijk helemaal niks gebeurt. Het is nogal saai eigenlijk. En hier wordt natuurlijk ook helemaal niks nieuws gezien. Er wordt dus ook niks geleerd. Maar bovenal, het is volstrekt onrealistisch. Hoe het in de praktijk zal zijn, is dit. We gaan allerlei dingen tegenkomen. We gaan daar gezamenlijk mee om moeten gaan. En we gaan daar gezamenlijk van moeten leren. En als we klaar zijn voor het onderste plaatje, dan hebben we kans van slagen. Want daar zien we ook allemaal nieuwe patronen. Want intelligentie, daar ga ik het zo even over hebben namelijk. Maar intelligentie heeft te maken met patroonherkenning. Dat zien we ook bij artificial intelligence, wat overigens niet bestaat, wil ik trouwens even zeggen. AI staat altijd voor artificial intelligence, maar er is niks kunstmatigs aan intelligentie. Waar het zou voor moeten staan is additionele, aanvullende intelligentie. Want ik hoef niet zo nodig, tenminste ik spreek voor mezelf nu, ik hoef niet vervangen te worden door een computer. Ik wil wel graag aangevuld worden door een computer, dan wordt het veel leuker. Dus leer het nou, AI staat voor dus augmented, additional, aanvullende intelligentie. Dat lijkt me veel leuker. Nou, dat gezegd hebbende, kijken we dus naar dat onderste plaatje. En daar vallen dus allerlei nieuwe dingen te waar te nemen. Daar leer je nieuwe patronen herkennen. En dan heb je kennis opgedaan. Dan heb je geleerd. En dat is ontzettend nodig. Hè, want we zien dus hoe complex die omgeving is. Waar de bouwagenda in heeft geacteerd. We zien hoe complex het is vanwege de mensen. Vanwege de technologie. Vanwege de economie. Vanwege corona, noem maar op. Dat is de wereld waar we steeds eigenlijk, als Rutte een verhaal vertelt op dinsdagavond, is de wereld weer anders. Daar moeten we iedere keer op in kunnen springen. En dat moeten we dus doen door zo snel mogelijk te leren. Engelsen begrijpen dat. Die weten ook dat er wordt veel. Dat staat gewoon voor first attempt in learning. Maar dat betekent wel dat we op een andere manier ook moeten gaan kijken. Dus na dat falen, na dat mislukken. Ik heb ontzettend veel mislukkingen in mijn leven bekeken. Daar ben ik mee geconfronteerd. En ik kan u één ding vertellen, dat is geen pretje. Dat is helemaal niet leuk. Ik heb heel veel mensen gezien die ontzettend hun best hebben gedaan en het lukte niet. En die waren hun energie kwijt, die waren hun baan kwijt, die waren hun geld kwijt. Mensen hun pensioen verspeeld hebben. Tot en met mensen die hun gezondheid en hun relatie verspeelden. Dus ik ga hier niet lopen roepen dat mislukken een groot feest is. Wat ik wel ga roepen hier is dat er nog een andere kant is van kijken. Als je dus op een andere manier naar mislukken kijkt, dan zie je, en zeker rond de bouwagenda, en niet alleen daar, maar zeker ook daar, ik heb alleen maar mensen gezien die met dingen bezig zijn die we met z'n allen belangrijk vinden. Die zich daar enorm voor hebben ingezet. Die ook een hoop hebben geleerd. En dat heeft waarde. Dat noemen wij faalopbrengsten. Dus ik weet dat in de bouw zijn we natuurlijk allemaal bekend met de term faalkosten.
Maar er zijn dus ook faalopbrengsten. En die faalopbrengsten die zitten in de lessen die we met z'n allen geleerd hebben. Maar als we daar niet over durven of kunnen of mogen praten, dan houden we alleen die faalkosten over. En daar doen we onszelf ongelooflijk tekort mee. Dus bij deze al oproep, ga op zoek naar die faalopbrengsten. En ga ook zorgen dat die lessen dan ook toegepast gaan worden. Nou, dan zult u zeggen, nou dat is wel heel makkelijk, hè? Mislukken, prima, maar is het nou zo makkelijk? Nee, natuurlijk niet. Ik ben niet voor niks oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En de vraag is natuurlijk, oké, wat is dan een briljante mislukking? Wat is het verschil nou? Nou, een briljante mislukking is iets wat je probeert met hele goede intenties. En je doet ontzettend je best, maar het loopt toch af en toe anders dan je had gedacht. Maar daar kun je wel wat van leren. Nou, voor sommige mensen is dit niet genoeg. Want die vragen mij wel eens, Paul, ik heb hier een mislukking. Is die briljant of hoe briljant is die eigenlijk? Nou, ik heb voor u iets meegenomen. Een formule. Een formule waarmee u kunt uitrekenen hoe briljant uw mislukking is. En die formule, die heet de viral formule. En daar kan ik niks aan doen, ik was eerder. Maar het gaat hier nou net over zaken die zich wel moeten verspreiden met een reproductiefactor groter dan 1. Een R groter dan 1. Het gaat hier namelijk over 5 factoren. De visie die mensen hebben, de goede intenties. Nou, die zaten er absoluut in die bouwagenda. Een en al goede wil om de wereld beter en mooier te maken. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst juist. De inzet die is getoond, is keihard gewerkt door iedereen in en rond de bouwagenda. Omgaan met risico's, ja, dat is een interessante. Je kunt natuurlijk niet te veel risico moeten nemen, want ja, dat is onverstandig. En dat kan schade opleveren. Maar als je te weinig risico neemt, dat is ook niet goed, want dan laat je kansen lopen. Dus je moet heel goed kijken naar wat zijn nou die risico's en wat vinden we acceptabel en wat niet. Dan heb je de aanpak. Heb je voorbereid, heb je samengewerkt, heb je kennis gebruikt die er was, dan heb je een goede score op die A. En L, heb je er wat van geleerd, dan ga je de les ook gebruiken, ga je de les ook delen met anderen. En scoor je op alle 5, dan heb je een briljante mislukking en dan moet je trots zijn. Is het in de praktijk zo makkelijk? Nou, dat is mijn ervaring, dat valt soms nog wel eens mee. Kijk, als dit zo'n beetje de cultuur is van je omgeving, ja, dan weet je wel dat je moet oppassen met dingen proberen die zouden kunnen mislukken. Of praten over dingen die niet gelukt zijn, want ja, voor je het weet wordt dat tegen je gebruikt. En dat is natuurlijk ongelooflijk jammer, dat moeten we niet hebben, want we moeten vooruit en we moeten juist die lessen gebruiken. En dan hoort ook een soort van modelletje bij. Van ja, kijk nou eens naar jezelf, kijk eens om je heen, kijk eens naar de wereld, hè, want ik praat nu voor en rond de bouwagenda. Kijk dan eens naar die wereld. Hoe zit het daar met wat wij noemen de psychologische veiligheid? Kun je daar zijn wie je bent? Kun je doen wat je doet? Kun je praten over wat je gedaan hebt zonder dat je bang iedere keer hoeft te zijn dat je wordt bekritiseerd? Dat je aansprakelijk wordt gesteld? Dat je wordt uitgelachen? Dat je wordt, nou, whatever. Aan de andere kant zie je dat we wel natuurlijk gemotiveerd moeten zijn. Dat we ambities hebben. En die ambities die stralen er vanuit die bouwagenda. Nou, als je nou die twee combineert, kijk, als je, ik heb helemaal geen ambitie en het is een onveilige omgeving, heb ik 1 tip voor u. Doe dan helemaal lekker niks, dan kan er ook niks gebeuren. Dan krijg je wat wij noemen de zone of apathy. Je kunt ook zeggen, nou, de druk is niet zo hoog en het is onveilig. Nou ja, of het is veilig, dan ga je natuurlijk niet zoveel doen. Dan ga je genieten. Prima, of er nou veel uitkomt, weet ik niet. Nu komen een ander verhaal, die, wat ik al zei, die bouwagenda die barst en barst van de ambities. Maar ja, doe je dat in een omgeving waar het niet veilig is, dan krijg je stress, dan krijg je burn-out, dan krijg je wegduikgedrag. En dan ga je niet leren. Maar creëren we nou met z'n allen, en dat is wat iedereen verdient die hier zo hard aan gewerkt heeft en hard aan werkt aan die hele transitie. Creëer je nou een omgeving waarin je gemotiveerd bent om voor elkaar, met elkaar dingen voor elkaar te krijgen. En je doet dat ook nog eens in een omgeving waar je elkaar respecteert en waar elkaar de ruimte geeft en waar elkaar ook gunt dat af en toe ook dingen anders lopen, dan krijg je de learning zone. En die hebben we nodig. En ik vind het zo belangrijk dat mensen met zulke goede intenties gewoon hun werk kunnen doen. Zonder dat Jan en alle man zo'n druk op ze leggen dat ze eigenlijk liever niks doen of zeker niet praten over dingen die mislukt zijn. Dat vind ik een ongelooflijk belangrijk aspect. En dat noem ik dus ook eigenlijk een mensenrecht. Iedereen die ik heb gezien en alles wat ik heb gezien van die bouwagenda, dat verdient om dat mensenrecht toegekend te krijgen. Het recht om dingen te mogen proberen, te ervaren, daarvan te leren, mislukken eventueel, liefst wel briljant, en weer door te gaan. En ik vraag u zelf na te gaan, heb ik dat recht en geef ik dat recht? En iedereen die bij die bouwagenda is betrokken, de binnen en de buiten, hebben wij deze eigenlijk afspraak met elkaar gemaakt? Hebben we deze afspraak ook laten leven in die 4 jaar die bouwagenda heeft gelopen?
En ik vraag me af om na te gaan of dat beter kan. En als dat zo is, dat te doen. Nou, ik zei al, dat leervermogen is ontzettend belangrijk. En ik had het al over patronen. En ik heb in mijn carrière ongelooflijk veel mislukkingen mogen bekijken. En mij afgevraagd, kan ik nou onderliggende patronen zien waarom dingen nou misgaan? En waarom is dat nou nuttig? Dan creëer je als het ware faalintelligentie. En wat betekent dat? Dat betekent dat je al in een vroegtijdig stadium kunt zien, misschien nog zelfs al voordat je begint, van oh, we moeten hierop letten, want dat patroon zouden we zomaar eens kunnen tegenkomen. En op het moment dat het ook daadwerkelijk zich manifesteert, dat u denkt, wat moet ik nu doen? Oh, wacht even, ik zie wat er eigenlijk aan de hand is. Niet op de oppervlakte, maar ik zie wat er echt aan de hand is. Ga ik wat aan doen? En terugkijkend kun je natuurlijk een heel verslag maken en alles wat je gedaan en gezien hebt opschrijven. Enorm document, schepping van de aarde in kaart brengen. Het duurt 7 dagen, maar het opschrijven duurt veel langer. En dan ga je het vervolgens in een database stoppen. Nou, dat wordt een databasement, want er komt nooit meer wat uit. Nee, je moet kijken naar de essentie. En die essentie, dat zijn dus die patronen voor falen. En in ons werk hebben we er uiteindelijk 16 ontdekt. Ik heb natuurlijk helemaal geen tijd om ze door te nemen. Je kunt altijd naar onze website gaan. Maar er zijn een paar dingen bij, heel kort. Bijvoorbeeld iets als een junk. Een junk betekent dat je te lang doorgaat met een project, terwijl je lang weet dat het niks wordt. En dan vraag je, maar waarom ben je zo lang doorgegaan? Ja, nou ja, we hadden nog budget. Dan krijg je dat soort opmerkingen. Of iets als de verkeerde portemonnee. Dan is er iemand bij betrokken in het hele verhaal, waarvan je weet dat als het doorgaat, dat hij er of zij er niet beter van wordt, financieel of qua positie. Daar moet je van tevoren aandacht aan besteden. Nou, ik heb een voorbeeldje voor u meegenomen om het uit te leggen. Ik heb hier een weg, een provinciale weg in Friesland. En u weet, dat zijn gevaarlijke wegen. Daar is geëxperimenteerd om dat beter te doen. En dan hebben ze een patroon, een ribbelpatroon aan de zijkant van de weg aangelegd. En als je daar overheen rijdt met je auto of motor met de juiste snelheid, dan ga je een melodietje produceren. En in dit geval het Friese volkslied. En nou, hier ziet u wat het resultaat van deze poging is. En dat is heel leuk hoor. 2 keer, 3 keer, maar niet 24 uur per dag. Zaterdag is het aangelegd. Aan het eind van de middag was alles weg. En toen begon de herrie. En we zijn wel wat lawaai gewend, want we zitten bij de vliegbasis. Dus maar dat stopt om 5 uur 's middags. En dit gaat 24 uur per dag door. We kregen vrijdag een briefje in de bus dat er een proefstrook geplaatst zou worden, een ribbelmarkering, zodat de automobilisten gewaarschuwd kunnen worden op hun afwijkend gedrag. Het werkt ook nog eens een keer averechts. Het is de bedoeling om langzamer te rijden, maar men rijdt veel en veel harder eroverheen om daar idiote geluiden te creëren. Er zijn nu automobilisten die gaan achterstevoren rijden om het nog een keer te kunnen horen. Deze week gaan we kijken op het provinciehuis van hoe kunnen we zo snel mogelijk op een goede manier hier een eind aan maken. Nou ja, dat was dus een mislukking. En u kunt afvragen, welke patronen zitten hier nou onder? Ja, want ik zei al, we hebben 16 patronen ontdekt. Nou, een paar. Maar de belangrijkste die we ook heel veel tegenkomen, en ik denk, als ik zo keek naar wat er allemaal in de bouwagenda is gebeurd, komen ze alle drie hier eigenlijk terug. De lege plek aan tafel. Dat betekent dat je iets doet waar anderen eigenlijk bij betrokken zijn, maar je hebt ze niet aan tafel gehad toen je het ging ontwikkelen of toen je het ging implementeren. En dat waren in dit geval natuurlijk de bewoners. Daarnaast was het ook een experiment. Nou, denk aan het verhaal van Edison met zijn gloeilamp. Hij wilde een gloeilamp maken, die brandde door, die ontplofte, die deed het überhaupt niet, nou, enzovoorts. En eindelijk heeft hij iets wat werkt. En wat zegt hij? Ik ben niet 100 keer mislukt. Nee, ik heb een gloeilamp in 100 stappen ontwikkeld. En daarom is het symbool van het experiment een gloeilamp. En als je met elkaar aan het experimenteren bent, zeg dat dan tegen elkaar. Zeg, jongens, pas op, het is wel een gloeilampje. Niet zeuren als het anders afloopt. En tenslotte de rechter hersenhelft. Wij proberen elkaar altijd te overtuigen met rationele argumenten, met spreadsheets, met getallen. Maar een hele hoop mensen zitten gewoon anders in elkaar. Die redeneren intuïtief of emotioneel of cultureel anders. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat slechter is trouwens. Maar op het moment dat je dus hele verschillende talen op dat moment spreekt, heb je een grote kans dat jij je doelen niet bereikt, heb je ook een mislukking. Nou, zo heeft u dus een aantal van die patronen gezien. Daar kun je ook allerlei dingen omheen maken om deze manier van denken ook daadwerkelijk uit te voeren. Daar hebben we zelfs systemen voor waar je projecten kunt terugvinden met de lessen gesorteerd op die archetypes.
Maar ik zei al, het moet viraal gaan. En daarom ben ik ongelooflijk blij dat ik hier vandaag mocht staan. Ik reik ook prijzen uit in de zorg. Ik geef ook een blad uit, het Nederlands tijdschrift voor briljante mislukkingen. En het mooiste is dat die mensen die daarin staan, die zijn ongelooflijk trots dat ze daarin staan. Die worden ook enorm gewaardeerd. Waarom? Omdat ze met de fantastische dingen bezig zijn geweest. Omdat ze zich enorm hebben ingezet. Omdat ze heel veel hebben geleerd. En omdat ze die lessen met anderen willen delen. En ik heb nog nooit iemand gezien. We gaan 23 maart nu voor de 7e keer ook een prijs uitreiken. En dan komt de 4e editie van dit blad uit. Ik heb nog nooit iemand gezien die zei, ik heb spijt van dat ik in dat blad stond. Nou, ik wil afsluiten. Ik zei al, we reiken ook prijzen uit. Dat doen we bijvoorbeeld ook in de ontwikkelingssamenwerking, waar mensen ook met geld van anderen proberen in hele moeilijke omstandigheden iets moois voor de wereld te betekenen. En lukt dat altijd? Nee, natuurlijk niet. Wordt dat altijd gewaardeerd? Helaas ook niet. En die mensen zijn dus eigenlijk heel huiverig om te praten over dingen die niet gelukt zijn, want ja, dat was andermans geld. En dat is ten onrechte. Ze doen ongelooflijk mooi werk in ongelooflijke complexe omstandigheden. Ik zei al, dat doe ik ook in de zorg. Volgende week wordt de 7e prijs uitgereikt en het is een prijs die mensen willen winnen. Want het is een teken van dat ze met goede dingen bezig zijn geweest. Het is een teken dat ze zich hebben ingezet. Het is een teken dat ze het goed aangepakt hebben. Het is een teken dat ze wat geleerd hebben. En dat wordt zeer gewaardeerd. Dus ik wil afsluiten. Ik wil nog één tip meegeven. Ga leren van het verleden. Ga leren in de toekomst. En ja, leer dus ook van de dingen die anders zijn gelopen dan gepland. Dus ik zou zeggen, ga ook positieve aandacht besteden aan alle dingen die anders zijn gelopen. En voordat u nu heel erg in mineur komt, ik wil toch het laatste woordje nog zeggen over successen. Want natuurlijk ook van successen kunt u leren. Maar ga nou eens na, wanneer kunt u van een succes leren? Eigenlijk alleen maar wanneer het ook mis had kunnen gaan. Als je iets doet wat niet misgaat of niet mis kan gaan, dan leer je er ook niks van. Dus ook als u een succes heeft behaald, dan kunt u daar wel van leren. Maar alleen op die momenten waar u achteraf zegt, hé, maar het had ook mis kunnen gaan. Maar ik heb gewoon geluk gehad of ik heb het inderdaad slim aangepakt. Dus ik wil eigenlijk eindigen met deze positieve kreet. U kunt ook leren van een succes als u maar bedenkt dat een succes eigenlijk een mislukte mislukking is. Ik dank u ongelooflijk uw aandacht. Ik complimenteer de bouwagenda met alles wat ze bereikt hebben. En ook alle dingen die ze geleerd hebben. En ik hoop van harte dat al die lessen terugkomen als leeropbrengsten. En dan weet ik zeker dat we in 2050 daar nog lol van zullen hebben. Dank u wel. Paul Isker, dankjewel. Mag ik jou ook gelijk vragen dan om als jurylid plaats te nemen in de award voor de briljante mislukkingen binnen de hele bouwwereld? Ik ben... Bij deze, hij is getekend. Ik ben bereid. Dat is mooi. En eigenlijk zou elk bedrijf een chief failure officer moeten hebben. Net zoals dat ze een chief future officer zouden moeten hebben. Ah, het gaat allemaal goed komen in deze wereld. Ik weet het zeker. Dames en heren, wilt u meer weten over Paul Isker? Op internet is van alles te vinden. Vast ook wel leuke boeken. Ik ga zodra ik